Meneer Thijssen, van harte gefeliciteerd met uw nieuwe job. Wat is uw nieuwe job bij UTech? De redactie van... zou je dat het UTech is? Wij motiveren of sporen jongeren aan om iets met de techniek te gaan doen. Jongeren van 10 tot 15. En ik ben verantwoordelijk daarvoor, voor de redactie en voor de online marketing. Ja, je bent aardig in de organisatie omhoog gegaan. Want inderdaad, wij werken nu 2 jaar samen of zo met elkaar. En we doen wekelijks een nieuwsbrief. En helaas word jij dus nu de hoofdredacteur daar. Ja. En heb je geen tijd meer voor me. En je hebt geen tijd meer voor me. Ja, dat klopt. Helemaal. Nou, ik ga nu iemand nieuw zoeken. En ik wil even dat jij beschrijft wat moet die persoon kunnen om met mij gewoon wekelijks zo'n nieuwsbrief te doen. En allerlei andere projecten die we eventueel doen. Wat zijn de eigenschappen die nodig heeft? Nou ja, ik denk sowieso allereerst zelfstandig kunnen werken sowieso. Maar ook vooral een passie hebben voor technologie, voor techniek. En echt in het breedste zin van het woord van... Ja, we hebben vandaag nieuws van de Delft Hyperloop, daar heb jij over verteld. Maar ook over elektrische auto's, de bitcoin, blockchain, gezondheidszorg. Dus ja, echt techniek in de breedste zin van het woord. Als je daarin geïnteresseerd bent, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja, vooral het toepassen van technologie in allerlei verschillende aspecten. Enerzijds de technologie zelf, maar ik vind het nog veel interessanter wat het eigenlijk veroorzaakt in de samenleving. Ja, precies. En, ja, de impact op de maatschappij inderdaad. En je moet vooral leuk kunnen schrijven natuurlijk. En het... jouw filmpjes zeg maar zo goed mogelijk over kunnen brengen op het publiek. Ja, dus de basis zijn een aantal filmpjes die ik heb. Die moet je dan beschrijven. En wat is het proces wat je dan moet doen? Het makkelijkste wat we altijd hebben gedaan is dat je begin van de week even overleg hebt. Dat je twee van jouw agenda doornemen. En dat je dan gedurende de week het een beetje in de gaten houdt. Dat je volgt waar je mee bezig bent. Nou ja, dat gaat eigenlijk gewoon vanzelf. Want kom je altijd overal tegen. Dus dat is geen probleem. Mm-hmm. En dat je dan eind van de week nog even overleg hebt van deze onderwerpen die gaan we in de nieuwsbrief bespreken. En dat je daarna dan gewoon helemaal zelfstandig die nieuwsbrief kunt maken. Ja, dus je beschrijft eigenlijk je beschrijft in YouTube mijn filmpjes een beetje meer in grotere detail dan ik zelf. En dan maak je een blogpost. Ja, precies. En dan? Dan zorg je dat je die doorzet in de nieuwsbrief. Dat je een beetje catchy zinnen gebruikt. Dat je het onderwerp goed introduceert. Ja, dus beschrijven in YouTube, vervolgens een blogpost maken in WordPress. Precies. En dan, als je dan die 6 posts hebt gemaakt, die dan in MailChimp gaan behandelen of neerzetten. Klopt. En dan zorgen dat die bij de tienduizenden contacten terechtkomt. Ja, je moet wel inderdaad ook gewoon een beetje handig zijn met software. Je, niet alleen maar, je moet wel een beetje van de ene app naar de andere app kunnen gaan en het een beetje handig snel kunnen doen. Ja, precies. Dat is voor jezelf ook makkelijker. En als je ziet wat wij allemaal gedaan hebben, dat is nogal wat. Ja, vincentevens.nl. Vincentevens.nl en teslatransformation.com. En ik ga nu weer een nieuw project doen over zelfsturing. Dat mensen, teams, organisaties en slimme systemen veel slimmer en intelligenter worden. En dat we dan 50% van alles gaan besparen. 50% van energie, 50% van auto's, 50% van de reclameuitgaven, 50% van de producten en diensten die we gaan kopen. We gaan slimmer werken. En daar gaat die technologie voor zorgen. Dus dat is een heel nieuw project wat ik ga doen. Hoe vond jij het om met mij samen te werken als persoon? Ja, prachtig. Ik vond het superleuk. Je bent ook super enthousiast. En je komt overal. Als ik nu vergelijk waar ik nu sta, waar ik stond aan het begin, toen wij begonnen, dan ben ik in ieder geval veel wijzer op geworden. Mm-hmm. Ben ik niet ongeduldig en irritant? Nee hoor. Maar wel, wat wel een dingetje is, je moet ook planmatig kunnen werken trouwens. Wat? Dat degene die je nu zoekt, dat hij ook een beetje planmatig kan werken. Want dat hij af en toe een beetje achter de broek aan kan zetten. Ja, dus impulsief. Ik wil al dingen veranderen op het laatste ogenblik. En ik vergeet om te reageren. Precies, dat zijn dingetjes. Oké, dat ga ik doen. Nou, ik heb in ieder geval ontzettend lekker met jou samengewerkt, Rick. En ik vind het geweldig dat je nu je eigen imperium hebt. Hoeveel kinderen kijken elke maand naar dat blad of naar jouw website? Het verschilt. Het zit ook een beetje in de tienduizenden, maar we hebben niet alleen de website. We hebben ook onze social kanalen. We hebben het magazine wat uitkomt. Dus dan praat je echt over tienduizenden jongeren per maand. Ja, toch 100.000 had je al gehaald? Ja, dat komt in de buurt, ja. Ja, dus het papieren blad ging naar hoeveel? Dus een oplage van 45.000. Incidenteel maken er een paar duizend nog bij, bij evenementen en dergelijke. Oké, okay. Nou goed. Ik zoek dus een nieuwe Rick Thijssen. Beloning is dat je gewoon ontzettend veel van technologie
af weet. Dat je van allerlei nieuwe onderwerpen mensen leert kennen. En dat je daar gewoon enthousiast over bent. En aan de andere kant een kleine beloning. Hoeveel uur was jij er ongeveer mee bezig? Het zit rond de 4 uur in de week. 4 uur in de week. Ja, oké. Hey, nou, veel succes vandaag op de redactie. Kijk uit www.utech.nl, hè? Precies, dankjewel. Oké, doei. Doei.